Mag even naar de kamer kijken. Ja, ik ga nu even omdraaien, want anders dan... Ja. Ja. Ja, zo ja. Ja. Ja, ja, ik hoor. Ja. Allemaal dezelfde foto. Wel recht plakken. Een beetje van boven. Dat is... Ja, recht genoeg, jongens. Alleen een leuk klusje voor jullie vandaag. Ja, hoeveel moet je dan? Hele buitengebied? Half vier. Kijken. Allebei. 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 Ja, hè? Dit is in het kader van de veiligheid buitengebied. We hebben allemaal die donkere grijze containers. En de frequentie waarmee ze aan de straat staan is steeds vaker. En we hebben weinig straatverlichting in het buitengebied. Dus om die dingen vooral in het donker goed zichtbaar te houden en te hebben, hebben we nu geld gekregen van de WCL. En daarmee hebben we voor alle 10.000 containers in het buitengebied stickers aangeschaft. Ja, het gaat om vier verschillende kleuren containers. Ja, de plastic container, de papiercontainer, de restafvalcontainer en het groenafvalcontainer. En wanneer begint de verspreiding van die stickers naar al die adressen? Dat gaan we komende week doen. De belangenvereniging zijn op de hoogte en ze worden nu rondgebracht. En iedereen heeft komende week een setje van vier stickers in de bus. En heb je nog een container extra, wat in het geval van de plastic containers nog wel is, dan staat er in de brief die erbij geleverd is, daar staat een mailadres op en kun je extra stickers bestellen. Ja, dit is puur een plaatselijk initiatief vanuit het waardevol cultuurlandschap, Wendelswijk. Nou, het initiatief komt vanuit de werkgroep Verkeer en Veiligheid Buitengebied, ja. Vanuit de Belangenvereniging. En met behulp van subsidie van de WCL hebben we dit kunnen doen. Want anders was het niet mogelijk. Nee, anders is het een operatie die bijna niet te doen is. Ja, nou zijn die containers eigenlijk in eigendom eigenlijk van de Rovaar. Ja, bestikkering van afvalcontainers, dat is een vaker discussie in Wendelswijk geweest. Ja. Dit levert geen problemen op? Nee, dit is in goed overleg met de Rovaar. We hebben het belang aan kunnen tonen. En in goed overleg met de Rovaar hebben we dit kunnen doen. Goed, nog bedankt voor uw toelichting. Graag gedaan. Mooi.